Cultuuragenda. Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Hey Reinier. Ja, ik ben Pat Beerman. Ik heb de Tosti Bar in de Saroleerstraat in Heerlen. En ja, een fanatiek, zeg maar, fanatiek liefhebber van de sport waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, vertel het maar even. Ja, weet je, we gaan het hebben over het boksen, het kickboksen en over het MMA. Daar gaan we het over hebben. En we hebben 26 mei hebben wij in Heerlen samen met Blender en met Filmhuis De Spiegel in het Royal Theater in Heerlen, hebben wij dus een kennismaking met de sport. Ja. Dus geen gala, want dat kan allemaal niet. Vaak gaan daar de rode vlaggen op binnen de gemeente. Hè? Ja. Gezien, zeg maar, ja. Soms het publiek wat het trekt. Wij willen zeg maar laten zien wat bijvoorbeeld het boksen inhoudt, wat het kickboksen inhoudt en wat MMA precies is. Voor degene die de drempel niet over durft te gaan van een sportschool. Mm-hmm. Want als je naar een sportschool inkijkt, zie je veel ruige vrouwen, veel ruige mannen. Mm-hmm. Die soms met redelijk geconcentreerde boze gezichten staan te kijken en tegenover elkaar en elkaar raken. Mm-hmm. En dan kan de drempel wel eens een keer wat hoger zijn om toch te zeggen van eigenlijk wil ik dat wel eens een keer gaan proberen. Ja. Dus nou, kennis maken met deze sport. Dat is het eigenlijk. We laten kennis maken met, ja, als jij daar naartoe komt, dan is HBC daar. Hè. HBC is een boksclub van die op de Honingmanstraat zit. Mm-hmm. Dat is van Pascal Heppenhuis. Heppenhuis Boxing uit Heerlen? Ja. Juist. Ja. En dat is ook iemand die zeg maar zijn sporen heeft verdiend in de bokswereld. Mm-hmm. Is ook een coach, dus een bokscoach. Mm-hmm. Is daarnaast ook een zorgbegeleider. Mm-hmm. En dus daar ook in laat hij zien, zeg maar, dat met name, zeg maar, ook door deze sport je mentaal sterker kunt worden. Daar waar je het misschien nodig hebt. Als je ergens bijvoorbeeld een tik hebt opgelopen, of dat je tegen, ik noem het maar even, depressie aanloopt. Hè. Ja. Dit kan ontzettend goed helpen. Mm-hmm. Er is trouwens veel sporten helpen daarbij. Hè. Want je maakt endorfine vrij, het geluk maken hormonen. Ja. Maar met name, zeg maar, deze sport heeft ook een soort van, wat is het? Stress release, om zo maar te zeggen. Je mag lekker meppen. Op de boxbak ballen of op de pads, zeg maar, die een trainer voor jou zeg maar, zich houdt. Mm-hmm. En dat gaat daarna, weet je, bij ons evenement nog een stapje verder. Mm-hmm. En dan hebben wij in eerste instantie het kennismaken met het boksen. Mm-hmm. Heb je het wel een keer gezien? Heb je een keer bokshandschoenen aangehad? Hè? Wil je eens een keer even proberen? Wil je misschien even op de pads even slaan? Ja. En van jong tot oud is dit dan, hè? En daarna komt MFG van Mark van Tilburg. Hè, die zit op de stadionbaan. MFG Sports Academy uit Heerlen. Ja, uit Mark Heerlen. Van Tilburg is, ja, dat. Ja, ja, een jongen die van origine, zeg maar, uit Den Haag komt. Den Haag? Den Haag, ja. Ook Den Haag. Ja, ja, ja. Mooie stad. Achter de duinen. Ja. En die jongen was een jaar of 17. Liep tegen een Limburgs meisje aan. Is deze kant op gekomen, is blijven plakken. Prachtig. Ja. Hou we zo. Ja. Heeft 2 jaar geleden nog een award gewonnen van de beste sportschool, zeg maar. De manier, zeg maar, hoe hij aanpakt. Het persoonlijke. Hè. Mm-hmm. Heeft 570 leden inmiddels. En ook de verschillende disciplines in huis. Dus dan gaat het ook over boksen, het gaat over kickboksen, het gaat over MMA. Dus hè, het spreekwoordelijke kooigevechten, zoals de leek het, zeg maar, kan. Hè. Ja, ja. Dus een mixed martial arts. Mm-hmm. En wat ooit eens een keer als free fight begonnen is, dat een worstelaar die kon tegenover een karateka staan. Ja, ja. Een kickbokser tegenover een jiu-jitsu, een Brazilian jiu-jitsu gast. Hè. Ja. En daar hebben zij gezegd van ja, dat moet niet meer het free fight zijn. Het free fight had ook wel een beetje een negatief randje eromheen. Hè. Het MMA, de mixed martial arts, hè, dus de vechtkunst waar het eigenlijk uit komt. Hè, wat al jaren beoefend wordt. Hè. Daar hebben ze nu van bevonden van, weet je, we gaan het de mixed martial arts noemen. En ook wel die disciplines laten samensmelten. Dus dat betekent ook dat je, als je bijvoorbeeld Jano Ernst, die ook later op die dag ook komt in de Royal Theater. Mm-hmm. Kijk, Jano, die hebben wij kort nog even gesproken. En hij zegt van ja, weet je, het is het mixen van al die sporten. Je moet ook van alles een beetje kunnen. Hè? Mm-hmm. Ik had over grappling, hè? Dat is een soort van worstelen, zeg maar dan. Hè? Het vastpakken en zeg even de grepen waarmee je iemand, zeg maar, zou kunnen uitschakelen of
Ja, het gaat natuurlijk om het hardere timmerwerk. Hè? Mm-hmm. Want het is echt wel een harde sport. Je moet er hard voor werken om zover te kunnen komen. Mm-hmm. Het is hard werken in de ring. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het dan toch wel ook wel een zeer respectvolle sport. Even voor de beeldvorming. Hè? Mm-hmm. Jarno Ernst, die traint bij Team Thriving op Hele Heide. Dus op Hele Heide. Ja, waar moeten mensen Jarno van kennen? Als ik nou niet in die sport verdiep heb, waar staat Jarno Ernst in de MMA fightersport? Zeg maar? Ja, Jarno Ernst is op dit moment de enige Nederlander die onder contract staat bij UFC. Mm-hmm. Dus de Ultimate Fighting Championship. Mm-hmm. De jongen is altijd metaalbewerker geweest. Is niet onverdienstelijk motocrosser geweest. Mm-hmm. Heeft dat lang gedaan. Mm-hmm. Het verhaal van Jarno is dat hij dat lang amateuristisch heeft gedaan, maar op hoog niveau heeft gedaan. Mm-hmm. Zijn vader en moeder zijn eenvoudige ouders. Mm-hmm. Die hem in die sport niet altijd even verder konden helpen met het juiste materiaal, waardoor hij dus zeg maar achterbleef. Mm-hmm. Bij de top, zeg maar, in die sport. Ja. En dat was natuurlijk een stukje frustrerend voor hem. Ik weet dat een verhaal is dat zijn vader nog wel oud ijzer ging ophalen langs de deur. En zo het geld kon bijdragen voor wat betere spullen op die motor. Maar het was nog niet afdoende voor mensen die wel het geld bezitten of goede sponsorcontracten hadden. Ja. In die tijd is Jarno ook begonnen met kickboksen. Mm-hmm. En het kickboksen heeft hij gedaan voor de conditie te verhogen. Mm-hmm. Want als je kickbokst, met name boksen en kickboksen, dat zijn hele intensieve sporten, ook MMA natuurlijk, maar je moet een ontzettend goede conditie hebben. En dat heeft altijd effect als je een andere sport daarbij doet, met motocross bijvoorbeeld. Hè. Ja. Je wordt steviger, conditie wordt een heel stuk beter. Mm-hmm. Ja, en toen is de overstap gekomen naar het kickboksen. Ja, hij is toen bij Team Thriving op Hele Heide terechtgekomen. En ja, merkte daar ook al snel dat hij toch... Ja, je moet echt alles ervoor doen om in een sport verder te komen. Ja, zeker. Ongeacht trouwens welke sport. Hè. Ja. Dat heeft een voetballer, heeft dat ook. Precies. Hè, dat heeft, ja, noem ze maar wat, een wielrenner heeft dat ook. Hè. Je moet daar volledig in staan. Je moet vrij zijn van beslommeringen zoals het geld wat je nodig hebt. Mm-hmm. Dus vorig jaar heeft hij toch met zijn meisje overleg gepleegd en heeft gezegd van, ja, weet je, ik moet eigenlijk dat werk achter me laten en ik moet hier fulltime voor gaan. Wil ik iets bereiken? Hoe oud is hij nou? Hij is nu 29. Mm-hmm. En hij heeft inmiddels drie gevechten in de UFC gehad. Mm-hmm. Dus door zijn inzet is hij opgevallen. Zeg maar, de gevechten die hij heeft bij de wedstrijden die zijn geweest, is hij opgevallen. Mm-hmm. En heeft toen zichzelf in de kijkers gespeeld bij de UFC. Mm-hmm. UFC heeft met hem gesproken. Hij heeft dus een contract voor 4 wedstrijden gekregen. Mm-hmm. De eerste 2 heeft hij helaas verloren. Mm-hmm. En de derde wedstrijd die is onlangs in Las Vegas geweest en die heeft hij gewonnen op punten. Kijk eens aan. Ja, ligt dat aan de omgeving? Ja, het was geen gok van hem. Hè. Ja. Hij is echt 100% ervoor gegaan. Dat was maar een kwinkslag. Ja, ja, dat is zeker. Ja. Nee, maar als je die jongen ook spreekt, hij spreekt een heel stuk rustiger als ik ben. Als ik nu zeg maar praat. Hè. Maar ja, ik praat met passie over deze sport. Hè. Hmm. Wat ik toen straks al even in de introductie onder elkaar even vertelde. Hmm. Ik ken de sport. Ja, of 35, als het niet langer is, jaar geleden. De Rumble Revelations op zondag 26 mei. En je kunt een meet and greet krijgen daar ook met Jarno Ernst. En uiteraard gratis toegang daar, hè? Bij Blender is gratis toegang. Oké, okay, we gaan even naar Blender, ja. Want... Ja. In samenwerking met Blender en Filmhuis de Spiegel in het Royal Theater is dit evenement opgezet. Vertel even iets over Blender. Ja, Reinier, dus het is zo dat wij als ondernemers zeg maar onder elkaar de samenwerking opzoeken. Hè? Mm-hmm. Met name Mark Curver van Blender. Mm-hmm. Is een persoon die ik nu ongeveer 2 jaar geleden heb leren kennen. Mm-hmm. Hij wilde dit concept, dus een blend van de verschillende disciplines. Hè. Dus je praat hier met name ook over heel veel kunst. We hebben heel veel lokale kunstenaars in Heerlen. Dat zit op het Stationsplein. Dat is eigenlijk schuin tegenover de ingang van Royal Theater. Mm-hmm. En Mark had het idee in eerste instantie om dat in Maastricht uit te zetten.
Hij is in Maastricht helaas tegengewerkt, ook met vergunningen. En ja, we gaan het daar verder niet over hebben. En een heel is hij met open armen ontvangen. Hij is... Dit is wel inderdaad zo. Hè. Ja. We hebben twee jaar geleden een keer met elkaar gesproken. En hij zegt van Pat, dit concept wat jij hier hebt neergezet in Heerlen zou ik graag ook in Maastricht willen hebben. Dus zou je niet eens willen meekijken naar een mogelijkheid van jouw concept bij mij uit te zetten? Nou, laten we het inderdaad eens even kennis maken. En ik kom naar je toe in Maastricht. Gaan we eens even kijken. Want de bedoeling was dat het tegenover de muziekgieterij zou komen. Daar ligt nog een gedeelte vrij. Dat was vroeger de timmerfabriek van de Sphinx. Ja. Daar ligt echt een prachtige ruimte beschikbaar. En Mark Curver had op vraag van de gemeente... is daar een soort van prijsvraag van kragen. Het is een vraag voor een concept... neergelegd. Waar hun zeg maar gekozen zijn om mee te denken over om een concept uit te voeren. Mm-hmm. Hij had daar een gedachte om daar een voethal uit te rollen. Mm-hmm. Met een aantal ondernemers. Een stukje daghoreca waar ik dan misschien onderdeel van zou kunnen uitmaken. En dan had hij nog een tweede verdieping wat erboven zit. Waar bijvoorbeeld vintage meubels zou kunnen kopen. Platen bijvoorbeeld. Muziekstudio zou zijn of een radio-uitzending zou kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Veel kunstenaars, zeg maar, lokale kunstenaars die hun kunst zouden kunnen laten zien en kunnen verkopen natuurlijk ook dan. Hè. Mm-hmm. Dat was het concept. Dat ging maar niet door, dat werd maar vooruitgeschoven en er ging geen spreekwoordelijke kogel door de kerk. Maar inmiddels was ik al een paar keer met Mark in gesprek geweest en Mark bleef maar vragen aan mij. En in die 4 jaar dat ik nu actief ben in Heerlen zelf, heb ik heel veel mensen mogen leren kennen. Ook door mijn kleine zaakje, maar toch. Hè, ook, mm-hmm. door mijn houding. En door eigenlijk ook het verbinden wat ik eigenlijk altijd gedaan heb. Ook in mijn vorige beroepen. Mm-hmm. Is Mark zeg maar bij mensen terechtgekomen. Waar ik hem mee geholpen heb. Zeg maar een stukje contacten. Hè, dus rechtstreeks contacten. Meteen warm accuseren. In plaats van dat je koud ergens moet gaan blijven vragen. Ja. En hij is daadwerkelijk Reinier met open armen ontvangen. Mm-hmm. Dus dit concept is nu sinds 23 november vorig jaar is het geopend. Mm-hmm. Het wordt steeds ruimer qua opzet. Daar bevinden zich inmiddels, ik denk wel meer dan 20 kunstenaars... die hun werken daarvoor tentoonstellen en beschikbaar stellen voor verkoop. Mm-hmm. Prachtige werken, echt. Het is fantastisch om te zien. En dus dat is zeg maar een... ik noem het altijd puzzelstukjes. Hè. Dat is een puzzelstukje wat je altijd bijblijft. Hè. Wat je op de tafel hebt liggen. En ik ken daarnaast Geert Pieslo. Dat is de huidige directeur van Filmhuis de Spiegel. Ja. In het Royal Theater. Het Royal Theater in Heerlen sinds 1938, hè, wat het er is. Hè. Mm-hmm. Lang in de familie geweest. Ik kom even niet op de naam. Dat vind ik heel erg zonde. Maar Laurens, ja, die heeft nu dus zeg maar de quattro in Heerlen. Mm-hmm. Is lang in die familie geweest. Zijn vader heeft dat toen de tijd gebouwd. Mm-hmm. Hij heeft toen overgenomen. Is door de komst van met name zeg maar die grote bioscopen, die grote filmzalen, ja. Is ten onder gegaan. En ook natuurlijk in een economisch teruglopende stad zoals Heerlen dat is geworden toen de tijd. Hè, mm-hmm. Heeft hij toen toch de deur moeten sluiten. De gemeente heeft het pand overgenomen. Mm-hmm. Het is nu ook een stukje erfgoed. Ik wou net zeggen, het is historisch erfgoed. Het is een fantastisch pand, Reinier. Ja, ook als je dan naar binnen komt. Hè, iedere keer weer, als ik daar even ben... dan is het maar even op bezoek. En je ziet die oude details daarin zitten. Hè. Ik heb toch vroeger zat films gezien, hoor. Dus ik ken de locatie helemaal. Ja, prachtig, hè? Ja. Ja, kijk, en hij staat aan de vooravond... om straks een fantastische hub te worden. Hè. Ik weet niet of je die ideeën ooit hebt gezien, maar... Mm-hmm. Ze hebben de Rivoli en de Maxima ernaast lagen, die zijn afgebroken. Mm-hmm. Daar zijn details van bewaard, die komen straks ook weer terug. Mm-hmm. Dus daar komt straks, daar is ruimte voor van alles en nog wat. Mm-hmm. Met name films natuurlijk, er worden een aantal filmzalen worden daarbij gebouwd. Mm-hmm. Daar komt ook ruimte voor horeca. Mm-hmm. Daar komt ruimte voor vergaderingen, evenementen, mm-hmm. noem het maar op. Ja. En zo zit Geert zeg maar ook in die wedstrijd. En Geert, met Geert hebben, zit ik wel eens vaker en dan, weet je, dan valt een woord of dan valt een idee en dan ja, weer een puzzelstuk om zomaar te noemen. En dan komen we toch tot leuke ideeën wat we graag ten uitvoer willen brengen. Mm-hmm. En zo kwam dit zeg maar ook naar voren toe. Ja. Laten we even naar die dag gaan. Het programma, weet jij het uit je hoofd? Ja, ik weet het uit mijn hoofd, ja. Als krijg je hier het blaasje, hè? Ja, ik weet het uit mijn hoofd. Vertel, wat gaat er gebeuren? Nou, wij starten rond 10:15.
En we starten bij Blender, dus op het stationsplein in Heerlen. Ja. Als het weer het toelaat, dan staan we buiten. Mm-hmm. Daar is een klein parkje is daar aangelegd, een aantal jaar geleden bij het Maankwartier. Ja. Dus dan doen we het buiten, waardoor zeg maar ook dat meer mensen het zeg maar zien. Mm-hmm. De exposure zeg maar iets groter zou kunnen zijn. Dus als jij langsloopt en denkt van hey, wat is hier aan de hand? Ja, wat is dat? Ga eens even kijken. Ja, ja. Hetzelfde gaat zit daar ook iemand bij die ooit eens een keer heeft gedacht van ik wil eens kijken naar die sport. Dat is een boxdemo gaat daar plaatsvinden. In eerste instantie is het de HBC dan. Hè? Pascal die komt dan zeg maar praten over het boksen. Mm-hmm. Hij praat met als jij dan naartoe komt praten met jou. Hey, ken je de boksport? Mm-hmm. Weet je wel, ik vind het allemaal een beetje rauw. En misschien moeten we daar toch wel eens even over babbelen. Want het kan je ook een stap verder helpen. Heb je eens een keer een handschoen aangehad? Wees eens een keer een handschoen proberen. Wees een keer op zo'n... Heer, bam! En dan is kwart over 12, dan komt Mark van Tilburg. Mm-hmm. En het mooie daarvan is dat Mark van Tilburg... ik ben gisteravond nog even bij zijn sportschool geweest. Mm-hmm. Mark van Tilburg, wat ik al aangeef, 570 leden. Mm-hmm. Heeft daar ook een dame bij zitten. Een dame van nu 12 jaar. Die dame is wereldkampioen in het kickboksen. Mm-hmm. Gaat nu aanstaande zaterdag in Duitsland bij Enfusion. Dat is het hoogste wat zij op dit moment kan vechten. Zeg maar. Ja, dat is de jongste jeugd dat er bestaat. Hè? Ja, weet je, en zo zijn er meerdere hier bij ons in de Parkstad. Hè? Mm-hmm. Zo heb je dat. Zij is er eentje van. Vera Eurlings is dat. En Vera Eurlings zal hoogstwaarschijnlijk die 26e ook erbij zijn. Mm-hmm. Weet je, ook om kids zeg maar, te woord te staan en met hun te babbelen. Mm-hmm. Respectvol en. Respectvol en maatschappelijk inderdaad benaderen ook. Hè? Want mm-hmm. daar staat de sport ook voor. Hè? Respect, discipline. Ja. En Mark van Tilburg zal dan aan jou vragen van oké, wil je misschien ook even de beentjes erbij gebruiken? Hè? Mark van Tilburg doet dan veel met het kickboksen. Ja. Maar ook het MMA is ook een discipline wat hun ook zeg maar in hun sportschool doen. Mm-hmm. En daarna maken we de oversteek. Dit is allemaal gratis. Dat gebeurt buiten. Dus een stukje noem het een demo. Mm-hmm. Maar het is meer een kennismaking met laagdrempelige kennismaking met deze sporten. Vervolgens steken we over naar de Royal. Waar we de ontvangst hebben in de Royal. Je kunt dan zeg maar de zalen. Dat kost trouwens een tientje. Mm-hmm. De tickets zijn verkrijgbaar via de website van filmhuisdespiegel.nl. Mm-hmm. Ja. En daar kijk je even op de datum. Daar kijk je even bij de film die gespeeld wordt. Mm-hmm. A Prayer Before Dawn. Mm-hmm. Voor deze film is een interview die afgenomen wordt door Rianne Mone. Mm-hmm. Een dame die bij L1 werkzaam is. Ook een eigen radioprogramma heeft. Maar nu zeg maar een interview afneemt. En het gaat hebben met Jarno Ernst over zijn sport. Wat heeft hij hiervoor moeten doen? Wat heeft hij hiervoor moeten laten? Mm-hmm. Om zover te komen. Mm-hmm. Hoe is hij de nieuwe gladiator geworden in zijn sport? Hè? Mm-hmm. En waar wil hij over een tijd staan? Dan de vertoning van de film. Ja. Tussen 3 en 5 uur zo'n beetje zal die film zijn. Met een korte pauze erbij. Daarna is een meet and greet met Jarno. Mm-hmm. Er is vooraf, dus vanaf komend weekend, is er merchandise te koop bij Blender. Mm-hmm. Mocht je het leuk vinden om Jarno te steunen in zijn weg zeg maar, naar nog meer roem in deze sport. Mm-hmm. En ook nog meer podium voor deze sport. Voor de Parkstad ook. Hè? Want laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Want het gebeurt in de Parkstad. Hè? Mm-hmm. Het is een hele naar. Hè? Ja, ja. Die onder contract staat bij UFC. Dat is zeldzaam. Mm-hmm. En, dus die merchandise is te koop. Mm-hmm. Die kan dan, zeg maar, na de filmvertoning, kun je die laten signeren. Je kunt met hem op de foto. Je mm-hmm. kunt hem vragen stellen of wat je wilt. Mm-hmm. Een kusje op zijn wang geven als je dat wilt. Hè? Want, ja, corona is voorbij, dus het kan weer. Ja, inderdaad. Het mag gelukkig weer. Laten we het alsjeblieft vergeten, die COVID-periode. Ja, hè, maar... ja en daarnaast rond 1 uur of 6 sluiten wij af. Ja, en dan staat hierbij, hè, puur een dag die besteed wordt aan meisjes, jongens, vrouwen en mannen die het spannend vinden om de drempel van boxing en kickboxing school over te steken. De eerste kennismaking met de personen die deze sport beoefenen. En dan kom ik even bij jou. Ja. Hoe ben jij ooit in die sport beland? Oh ja. Ja, ik ga nou even met jou terug. Ja, ja. Kijk, dat gaan we heel ver terug. Ja, maar, ik laat maar komen, we hebben de tijd. Ik denk dat we zo'n 35 jaar geleden is er wel geweest. Hè, dat, ik weet niet,
Ik heb altijd een voorliefde gehad voor het boksen. Mijn vader heeft wel eens een keer gebokst. Heeft hij wel verteld. Ik heb het nooit gezien, zeg maar. Mijn vader is helaas veel te vroeg gestorven. Dus we hebben het ook verder niet meer over kunnen hebben. Maar hij zei altijd bij, joh, ik heb ook wel eens een keer gebokst. En dan keken we boksen en we stonden op voor bokswedstrijden. Ja, zeker. Evander Holyfield en Mike Tyson naar de hand. Hè? Ja, ja. En dat was prachtig. Ik vond dat fantastisch. Hè? De nieuwe gladiatoren. Hè? En anders dat toen de tijd in Rome gebeurde. Maar ik vond het fantastisch om te zien. Hè? En dat, niet alleen dat knokken, maar naar de hand ook. Weet je, dat, toch het onderling respect. Mm-hmm. We zijn toen... een maat van mij die kickbokste. Die kickbokste in Sanderbout, in Geleenestad, bij Jego Gym. Mm-hmm. Jego Gym is van Jeroen Gobbels. En Jeroen Gobbels die ken ik dan ook nog vanuit mijn jeugdtijd. Mm-hmm. Dat is een jongen die vroeger gepest werd door zijn eigen broer. En daardoor is gaan boksen, om zich ook te kunnen verzetten. En die broer krijgt nou klappen. Misschien wel, ik weet het niet. Ik ken zijn broer niet zo goed genoeg. Ja, nee, oké, vertel wel. Ja, en daar is een sportschool uit ontstaan. Mm-hmm. En die sportschool is Jego Gym. En Jego Gym heeft ook wel kampioenen naar voren toe gebracht. Mm-hmm. Maar ook daar, als je de meeste sportscholen naar binnen toe stapt, hè, je wordt met respect, word je benaderd. Maar blijf even bij jezelf. Ja, we hadden het over jou. Ja, inderdaad. Sorry. Het is een passie en ik ben enthousiast over deze sport. Hè. Dus ja, zo'n 35 jaar geleden, toen die maat van mij met die sport bezig was, heb ik mijn broer ook enthousiast gekregen daarover. En die zag het ook meteen zitten. En die zei van, ja, weet je, we moeten eens een keer een trip gaan doen naar die K1 gevecht in Amsterdam. Daar in K1. K1, inderdaad. K1. Ja. Let's get ready to rumble. Ja, ready to rumble. Ja. En toen zijn we een keer naar Amsterdam toe gegaan, naar die snelkookpan, de arena daar. Hè. Ja, ja. En er was een podium opgebouwd en daar stond die ring die stond op. En daar zagen we de eerste mastodonte wat Nederland had voorgebracht. Hè. Wij zijn de nummer 1 heel lang geweest, nog steeds denk ik regerend in het kickboksen. Daar stond Peter Aert stond daar, Sammy Schild stond daar en aan de hand Remy Bonjasky stond daar. Ja, zeker. Weet je, we zagen die mannen tegen elkaar knokken en naar de hand elkaar in de armen vallen, weet je wel. Hè? Ondanks dat ze misschien wel verloren hadden. Mm-hmm. Ja, en zo is eigenlijk een beetje die liefde voor die sport ontstaan. We hebben het zelf ook beoefend, mijn broertje en ik. We hebben nooit in de ring gestaan. Ik durfde dat helemaal niet in die ring te staan. Dat vond ik dan wel redelijk spannend, maar ik vond het fantastisch om deze sport te beoefenen. Merkte zelf hoe zelfvertrouwder ik werd. Hoe mentaal sterker je wordt, hoe hoger je stresslevel ook wordt, hè, door het sporten. Doe je er nu nog iets mee of heb je geen tijd meer? Je hebt geen tijd meer natuurlijk. Hè. Nee, je hebt veel te druk met organiseren van dingen en je eigen zaak natuurlijk ook. Ja. Maar je blijft wel in shape. Hè. Ja, weet je, nu op dit moment ben ik met mijn broertje vaak actief. Elke maandagochtend, ik heb de zaak op maandag gesloten. Meestal elke maandagochtend dan gaan we een stukje trailen. Mm-hmm. Dus rustig hardlopen, zeg maar. Hè. Dan zoeken we vaak de omgeving op van de Brunsumer Heide. Mm-hmm. Of bij mijn broertje, hij woont in Schimmert. En dan gaan we daar een rondje doen. De ene keer is het 5, de andere keer is het 10 kilometer. Ja. Hoe fit we ons voelen. Mm-hmm. En dat proberen we 2 keer in de week te doen, zeg maar. Naast hem zijn baan en naast mijn bedrijf. Waarom vind jij dat jong en oud, meisjes, jongens, transgender, noem maar op, naar dat evenement Rumble and Revelations moet komen op 26 mei? Ja, kijk, je staat er natuurlijk vrij in om te komen, maar ja, het is zoals we in het begin ook al aangekaart hebben. Hè. Misschien dat je erover nadenkt om deze sport eens een keer te willen gaan beoefenen. Mm-hmm. Maar nogmaals, die drempel te groot vindt om naar zo'n sportschool in te gaan waar jij getrainde jongens en meisjes en mannen en vrouwen ziet meppen op bokszakken waar je bij denkt van, oh wauw, weet je, dat is wel allemaal spannend. Ja, ja. Daar is deze dag eigenlijk voor bedoeld. Mm-hmm. Dus en daarvoor zou ik je willen vragen van ja, heb je die 26e niks te doen? Hè? Wil je graag even naar Heerlen toe komen? Wil je graag kennis maken met deze sport? Wil je misschien ook inderdaad even de man achter de gevechten zien, hè? Jarno Ehrens? Mm-hmm. Ja, dan zou ik zeggen, kom alsjeblieft deze kant op en sta naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. En heb geen oordeel, maar kom eerst eens eventjes kijken. En je hebt ook nog een leuke filmmiddag. En je hebt inderdaad nog een leuke filmmiddag, inderdaad, ja. Ja, precies. A Prayer Before Dawn, ja. Ja, je begint bij Blender, hè. Daar ga je gewoon beginnen. En als het buiten is, is het nog mooi ook. Ja. En vervolgens ga je gewoon het programma af. Hè. Ja, zo simpel is dat. En uiteindelijk beland je in het Royal
Met vervolgens de film A Prayer Before Dawn. Yes. En dan de meet and greet met Jarno Ernst. En Jaron, ik heb nu al respect voor je. Ik had jouw naam nooit gehoord. Maar nu ik gehoord heb wat hij allemaal tot nu toe al heeft gelaten om nog verder te komen in die sport. Ja, toppie. Ik heb petje niet op, maar ik doe wel voor hem af. Ja, daadwerkelijk inderdaad. Ja. Als je de verhaal ook achter hoort. Ja, Pat, wil jij er nog iets aan toevoegen? Nee, dat niet. Het enige wat ik misschien zou willen toevoegen. Hè. Kijk, ik doe het voor een verbinding die ik graag wil realiseren. Ja. Als ik naar veel ondernemers kijk op dit moment. Hè, het is een moeilijke tijd nog steeds, zeg maar. Hè. Absoluut. Ik onderneem in een prachtige stad, in Heerlen, in een Heerlen centrum, die een ontwikkeling is. Hè. Er gebeurt ontzettend veel ook achter de schermen. Ja. Ik heb een prachtige buurvrouw die naast me zit in het parapluhuis. Hè. Mirjam Bouwels. En het is een dame die ik vaak pest. Maar onder het pesten ontstaan ook veel leuke ideeën. Ja. En ook daar ontstaan niet alleen leuke ideeën, maar leuke events ook uit. De stad Heerlen op dit moment is ondersteunend ook naar ondernemers toe. Er is een reuringregeling. Dus dat houdt in. Heb jij een idee? Leg het hun voor. Leg het bij de gemeente voor. Binnen de reuringregeling. En kijk of hun misschien een financiële bijdrage kunnen doen om dat neer te zetten. Ja. Dat betekent de reuringregeling is eigenlijk ook voor bedoeld om de aantrekkingskracht naar de kerkstad te vergroten. Ja, groter te maken, logisch. Ja. Ja. We zijn de goede kant op aan het gaan. Mm-hmm. Dat merk je in links en rechts in alles. Maar wat ik nog steeds voel is dat er nog steeds bepaalde negativiteit in zit. Hè. Mm. En we zijn niet trots genoeg. Niet alleen op Heerlen trots genoeg, maar ook op de Parkstad trots genoeg. Mm-hmm. En daar ben ik wel een voorvechter van. Hè. Ik kan jou verzekeren, ik ken wat mensen waar ik gesprekken mee gehad heb. Er worden miljoenen gepompt in de Parkstadregio. Omdat, kijk het maar weer in de krant, de krant vanmorgen. Hè, dan zie je krimp in Parkstad nog groter dan verwacht. Ja. En ook met de verpauperde wijken waar alles aan gedaan wordt om die uit het slop te trekken. Ja, daar gaan miljoenen in en daar hoort dit onder andere ook bij. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Kijk, er zijn nog veel initiatieven die zijn al gerealiseerd. Hè. Ja. Kijk naar de omgeving. Hè. Weet je, wij moeten meer omgevingsreclame maken, zeg maar. Marketing doen, zeg maar. Niet alleen over de stad Heerlen, maar dat geldt ook voor Kerkrade, dat geldt ook voor Gelderland-Graaf. Brunsum, noem maar op. Ja. Wij hebben Mondo Verde, hebben wij hier. Hè. Ja. We hebben Snow World hier. Ja. Weet je, uit Oostenrijk komen ze hier skiën. Weet je, om een wedstrijdniveau op peil te houden. Hè? Ja, Pat, leuk jou ontmoet te hebben. En iedereen die daar zijdelings bij betrokken is, heel veel succes gewenst op zondag 26 mei. Royal Theater Heerlen en Blender. En toi, toi, toi. Reinier, dankjewel dat ik even het moment heb mogen pakken hiervoor. En dan zeggen we toch even in het Limburgs, goed thuis en adioa. Adioa. Adieu.